In Barneveld is gevestigd de stafschool Bescherming Bevolking. Waar de mannen die in tijd van nood leiding moeten geven bij de bestrijding van de gevolgen van oorlogshandelingen leren welke gevaren er zijn voor de burgerbevolking en hoe deze gevaren tot een minimum beperkt kunnen worden. Reeds hebben honderden uit alle delen van ons land een grondige opleiding gehad. Onder hen waren vele burgemeesters, op wier schouders de verantwoordelijkheid voor de bescherming der burgerij voor een belangrijk deel komt te rusten. Om de gevolgen van oorlogshandelingen te bestrijden, is een goede organisatie een eerste vereiste. Onder leiding van ervaren instructeurs bestuderen burgemeesters en anderen de techniek van de hulpverlening aan de bevolking na oorlogshandelingen. Daarbij wordt geput uit de lessen van de Tweede Wereldoorlog. Op hun beurt zullen de burgemeesters en andere leidende functionarissen het hier geleerde doorgeven aan de gehele Nederlandse burgerij. Ieder weldenkend mens hoopt dat de organisatie nooit werkelijk in actie zal hoeven te komen. Maar mocht de ramp van een oorlog ons nog eens treffen, dan zullen alle Nederlanders, jong en oud, zichzelf en elkaar zoveel mogelijk moeten en kunnen beschermen.